Matsels, 26 ans, gardien de but, nouveau joueur de Racing. Wij zijn hier in Straatsburg en achter mij ziet u het Stade de la Meno. Wij zijn momenteel onderweg naar de training van RC Strasbourg, dat is de voetbalploeg van Straatsburg. En daar komen wij Matsels tegen. Matsels is de nationale doelman van de Rode Duivels en hij heeft speciaal tijd gemaakt voor ons om een interview af te leggen. Let's go! We staan hier op het oefencomplex waar de opwarming net gedaan is. Achter mij zit u Matsels en de training kan nu volop beginnen. Matsels is momenteel individueel bezig. Hij is de eerste doelman hier en heeft in het weekend een belangrijke wedstrijd tegen Monaco. We worden door de security uit het trainingscomplex begeleid. En straks gaan we aan de andere kant, aan de poort, wachten. En daar kunnen we ons interview met Matsels dan gaan afleggen. Wij vragen ons af waarom iemand als Matsels kiest voor Straatsburg. En zal hij hier ook blijven? We zijn benieuwd. Ik voelde van Gent, het is het moment voor te proberen een stap hoger te zetten. Ja. Dan ben ik naar Newcastle gegaan. Dat is dan niet zo goed gelukt. Eerste keer in buitenland, ver weg van familie. Ik was ook nog wel een beetje jonger. Dat was niet zo gemakkelijk. Ik heb er ook niet mijn niveau gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nergens spijt van. Ik ben nog altijd heel blij dat ik die stap heb gezet. Dat heeft mij ook gebracht tot waar ik nu ben. Ook gecreëerd tot de persoon die ik nu ben. Ik denk in het voetbal is het zeker belangrijk dat je ook eens wat tegenslagen meemaakt. Een carrière is ups en downs. Ik ben blij achteraf gezien dat ik dat heb meegemaakt en ik ben er sterker uitgekomen. Achteraf dan een goede stap gezet naar Straatsburg, waar ik hier nu toch al mijn vierde seizoen bezig ben. Ja, Straatsburg was wel bekend bij ons in België. Het Europees Parlement, ook niet zo ver van België. Dus op zich, qua levensstijl, ja, wist ik wel dat zeker heel goed was. Plus, je zit ook in Frankrijk, een heel mooi land. Daar had ik geen bang voor. Het was natuurlijk meer voor de sportieven. Verschoten in de zin van Straatsburg contacteert u en dan ga je opzoeken. En dan moet ik wel zeggen dat het wel indrukwekkend is. Het publiek dat hier de club mee terug heeft grootgemaakt. Niet een super groot stadion, maar het is wel elke week 90% van de wedstrijden uitverkocht sinds dat ik hier heb getekend. Dus ik kan zeggen dat het wel een stad is die voetbal ademt. Er zijn veel andere Franse clubs. Waar het toch de sfeer iets minder is. En hier, dat sprak me wel heel hard aan. Ook de sfeer die hier is, is toch een beetje meer naar de Duitse kant toe. We zijn ook niet zo ver van Duitsland hier. En dat sprak me wel heel hard aan voor hier te tekenen. En voor de rest, op die moment dat ik had getekend, was Straatsburg ook nog stappen aan het zetten. Want vroeger was een club met heel veel historie. Ze zijn dan een beetje gedegradeerd door dat geldproblemen en dan stap voor stap terug in eerste league aangeraakt. Dan wou ik mijn deeltje daarin bijdragen. Iedereen is ambitieus in het leven. Je probeert altijd een stapje hoger, maar soms, ik heb ook gemerkt doorheen mijn carrière, dat je als je ergens goed ziet en je wordt geapprecieerd en het is een club, zoals ik zeg, die probeert elk jaar te groeien. Met een nieuw stadion dat er binnen een aantal jaar gaat zijn. Het is wel een club die probeert te groeien. Ik zit hier momenteel niet slecht. Nee. Ik zeg het, ik voel mij hier goed. En waarom dan altijd veranderen? Ja, Marlon, net een interview gedaan met Matsels. Wat vond je ervan? Toch wel een beetje spannend, als ik eerlijk moet zijn. Maar het is allemaal heel positief meegevallen. Hij was heel gastvrij, super open, wou alles vertellen. Ook na het interview hebben we nog even gepraat over de Belgische competitie en over de stad zelf. Hij heeft ons zelf nog een paar terrasjes meegegeven dat we zeker eens moeten doen en een paar restaurantjes. Dus ik was zeer positief verrast.